lieve kijkers. Welkom bij de nieuwe Gypsy Mafia vlog. Dit is Piet Junior en vandaag gaan we een clip opnemen met Henk Stelde en ik neem jullie mee. We gaan straks vertrekken richting Utrecht. En dan gaan we daar beginnen. Ik weet nog niet exact de locatie. Ik laat me verrassen. Het is weer een Westkuurclip, dus dat zou vast wel weer goed komen. En ja, ik neem jullie vandaag mee. Dit is papau. Waren duur had ze verkeerde jasje aan. Yes. Het is een crossjasje neer. Joop, ik kan morgen 5 euro terughalen. Hey, een camera in die bus zit erbij of zo. Oh. Joop, je vindt het helemaal mooi. Ja, nou ja. Van die Joop. Ja. Wacht even. Een zakje. Wacht even. Ja, we zijn onderweg, maar eerst een balletje gehakt bij Mendel. Ja, daar zitten we dan in de Sprinter. Ik weet ook eigenlijk niet waarom, maar doe maar. En we zijn eindelijk onderweg, dus we hebben net even lekker een balletje gebikken bij Mendel. En ja, ik heb net Henk gebeld, die moest nog even onder de zonnebank. Die was net bij de kapper weg. Nou kijk, I'm flawless, I will go like this. Dus, ga je bek wel dicht. Hij zal dadelijk ook wel klaar zijn en dan hoop ik dat het vandaag een leuk dagje wordt en een leuk clipje wordt. Maar ik denk het wel, we gaan ons best sowieso weer doen. Ik ga even rijden, als ik te lang met deze cam in de hand zit, dan word ik waarschijnlijk aangehouden. Daar heb ik geen zin in. Dus, check jullie later. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Hey, door een huisje waar ik vroeger altijd kwam. Een plekje waar ik veilig ben geboren. En de mooiste tijd in mijn leven had. Ja. Dus ik ben onderweg naar Utrecht, raad je nooit wat. Belt Frits van der Vos mij op. Pik, we hebben morgen de clipopnames van ons nummer. Oh. Dus ik ben nu onderweg naar een clip en ik kan morgen weer een clip gaan schieten. Ook weer met Weske. Jongens. Het is season, ik zweer het. Dus ik ga jullie gewoon vanmorgen ook meenemen. Dus dat wordt gewoon weer gezellig. Oké, mensen, we zijn aangekomen in Utrecht op de plaats van bestemming. We zijn hier bij een soort strand of zo, ik weet niet. Ik loop nou die richting op en dan gaan we kijken wat er vandaag in de planning zit. Ik zie het Weske busje al staan. Dus dat is goed. En we gaan kijken wat ze in petto hebben. Maar ik denk dat ik het al wel ken. Dat is de man met de plans. Het moet klaar zijn. Dus wachten voor blazen. Henk, jongens, maar. Een goede prijs te nippelen. Zij gingen ons nog vermaakt. Zij gingen opgeven wat. Jongens, het is zover. Ja. Hij is er eindelijk. En Henk is er ook. We zijn er. En we gaan er. We gaan er kliepen. Oh. Dus koud, hè? Nou, heb ik een jasje aan, hè? Ja, die doe ik uit. Die moet uit. De halve velschap moet erop liggen. Ja. Ja. Als je hard werkt, moet je goed eten, jongens. Ja? Ziet er tof uit. Ziet er lekker uit, denk ik, hè? Van een beker. Lekker? Ja, goed. Hij is net op de zonnebank geweest, Kitty. Ook nog. We gaan een warm chocolademelkje erachteraan. Ja, kijk, wat anders dan bier. Vierenschuif, hè? Ja. Dat is een volk, hè? Ja. Kijk, normaal ben ik. Ik zag je al kijken. Ga je filmen, hè? Ja, tuurlijk. Ga je ook voice overen, ja? Ga je ook voice overen? Ja, zeg. Het is een flink, Normaal wil ik altijd wel met haar, maar ik heb nu zonder haar. Maar je mag de haar wel separaat erbij leggen, hoor. Echt. Breng maar separaat op een bordje. Lekker. Hé, hey, eet je wel etiket, jongeman? Het koud, vriend? Nee, hoor. Valt mee. Jongens, we zijn nog steeds bezig. Heb ik tegen een vet erop zetten dan? Hey, het koud? Het koud, Henkie? Ach, jongen. Oh ja. Je glijdt je koplamp op mijn gezicht. We gaan nou, We gaan nou hier kampvuur maken. Ja! Een paar reizigers in de clip, moet gelijk een kampvuur bij. Oh, kijk, daar komt hij, hoor. The man with the plan.
In een hoop de la gasoline. Ze gasolina. Ja, perfect, perfect. Lekker bezig, best jongen. We gaan nou een vuurtje branden. Vuurtje branden. Ik kan het niet goed zien, hè? Ga je er zin in om dat vuur? Die zal kwijt. Die zal kwijt. Zie je, zie je? Oké, ik had één keer opnieuw. Maurice. Het is bijna klaar, maar. Henk die begint een beetje zagrijnig te worden, die jongen. Je moet nou op, ouwe pikkel. Je moet nou op, ouwe pikkel. Rap. Je ziet de hele wat niks van hier. Je kunt het zien, hè? Hoe het met de mannetje gaat en hoe het met de artiest gaat. Mannetje, artiest. Mannetje, artiest. Ja, ja, het is alweer dag 2 van Clipping Seasons. We zijn onderweg naar Frits van der Voors. En wat gaan we daar doen? We gaan weer een clip opnemen. Ja, ja, ja. Jongens, het is Clipping Season. Dit is het gekke huis. We gaan het meemaken. Huh? Prap! On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends. Insisting that the world be turning our way. And our way is on the road again. Ja, jongens, ik had eventjes een zakelijke interactie met de manager, zoals jullie konden zien. Want dat ging hem iets te goed af. Maar we zijn nu bijna in Rauwde. Dus Frits, wees niet gevreesd, jongen. I'm almost there. Zo, Icon, hè. Op een weg waar je 100 mag, gaan ze gewoon 70 rijden. Echt, ik ben een staatsreisje eraf, hè. Echt, ik doe dit normaal nooit, maar dit kleven, jongen, wordt er helemaal misselijk van. Alsjeblieft, rij door. Kijk waar die andere auto's rijden, die rijden helemaal voor je. Die rijden helemaal voor je. Je bent gewoon een idioot. Let op, ik rij in de Sprinter, ik ga er gewoon voorbij. Oh nee, nou geeft die gas, oh ja, nou wel. Vuile viezerik, vuile smieg wat je er rondloopt. Baba, als ik wil inhalen geef je gas. Och, je maakt me zo kwaad, jongen, je maakt me zo kwaad. Hey, dit is allemaal van Frits en dit is van mij. Ach ja, verschil moet er wezen, jongens, hè? Baas boven baas. Kom nog maar net aan, moet je wat drinken, zegt hij. Moet je wat drinken. Doe maar dan, doe maar. Kleinigheid. Ja, dat hoort erbij, hè. De dag goed beginnen, jongens. Ja, ja, we moeten een bodempie leggen, hè. 5 plakken brood. We moesten er ook bij schaven bij jouw fik, hoor. Ja, dus jij bent dadelijk nog. Ja, dit is mooi. Wat is nee, dat? Ik had zo gelaten. Ja? Ja, ik zie mezelf nog niet, jongen, dus ze hebben niet verschil. Nee, doe ik niet, doe ik echt niet. Je ziet niks. Beetje. Ja, ja. Weet je, hier bij de mondhoekje, een beetje wit. Weet je wat er is? Beetje van gisteravond, toch? Is hij de man with the plan, de big boss. Ja, ja, ja. Letterlijk de big boss. Ja, echt letterlijk de big boss, hè? Ja, jongens, hier gaat gebeuren. De leren lampen. Dat is een mooie zaak, 50 draaien. Wat denk je? Jongens. Zie je, trek één keer het shirt dan aan, pik. Nee, valletje, ga weg. Je hebt hele gaten mee, jongens. Gerrit. Ja. Moest je nog polo's of zo? Kijk hier. Polo te koop, 5 op een polo, alle merken. Vandaag zijn we in Beverwijk. Ja, de Zwarte Markt. Zak 1. €25, 2 viertientjes. Ja, 2 polo's viertientjes. Zak 2. Hoe, maar dan komt die, hoor. Dan komen we bij de winterkleding, mensen. Even wachten. Ga ik hem bruin krijgen. Even kijken, zak 2. Hier, dit is zak 2. Oh, je hebt ook broeken mee. Zak 2. We hebben nog winterbroeken. Winterbroeken, ja. Dat zijn speciale winterbroeken. Ze zijn gevoerd aan de binnenkant en de buitenkant. En zakken. Dat meen je niet. Ja. Wat kun je in die zakken doen dan? Ik ben nog maar loog. Oh. Oh, jassies. Ik zie weer jassie. Ik zie meerdere couberts. Even kijken. We hebben Weet je wat mooi is? Doe eens alleen zo'n couberts aan zo'n open shirt. Net als vroeger. Of dat strand. Die boybands hadden toch zo'n grote colbert aan dan geen shirt eronder. Ik weet wat jij doet. Ik speel mee op jou. In een discotheek zat ik van de week en ik voelde mij zo alleen. Het was er warm en druk, ik zat naast een lege kruk. Juist, de Backstreet Boys, ja. Spannend, daar komt hij, hoor. Daar komt hij, hoor, let op. Moet je ook zo'n dansje erbij doen, hè? You are my fire. Ja, 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 ja. The one beside. Ja, dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Doe je dat ook zo in die clip? Ja, die clip gaat.
Gerrit is de nieuwe festival toe te gaan, want hij wordt nou ingebalsemd voor de mummificering. Ja, ja. Bodybuilder. Zie daar eens dan. Och, lieve god. Ja, dat is niet normaal dit. Ja, dit moet je aanhouden, dat is mooi. Geen jasje eroverheen. Nee? Nee, is goed. Ik buis alleen nog maar. Ja, hij is al heel niet. Ik buis alleen nog maar. Soda en jam. Goed zo, jongen. Willen jullie ook nog wat zeggen? Weet je niks. Weet je het niet? Nee. Zeg maar, dit is de Gypsy Mafia vlog. Dit is de Gypsy Mafia vlog. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Oh ja. De eerste figurant is binnen, jongens. De eerste figurant. De eerste figurant is binnen. Ja. Had jij dat geregeld? Had jij dat geregeld? Heb ik geregeld. Ja, ga hier maar gelijk recht zo, daar is een keer gelijk omkleden. Ik wou iets ouder. Zag je dat tasje wat zo mat? Daar zat dat lingeriesetje in. Meer had ze niet bij. Dat zijn de andere figuranten, jongens. Ja, ze zijn eindelijk gearriveerd. Zo kijken, Gerrit. Alsjeblieft. Nou, wat vind je ervan? Hè? Huh? Wat vind je ervan? Uitermate geschikt. Gerrit moet even. Zo doet hij dat. On-Hollands. Ja. Dat is mooi voor in die clip, ik. Dat is mooi. Ja, nee, maar dat ziet. Nou, top. Niks aan veranderen. Gewoon zo laten. Er kwamen wat figuranten tekort. Dus onze eigen Wilco die ging even op pad. Volgende vlog wijden we helemaal aan hem, want dan gaan we zijn tactieken bespreken. Maar ze zitten daar. Dus niet dat we lief zijn. Ze zitten aan de tafel. En ja, dat heb je toch weer goed geregeld voor z'n oude dagje, hè? Nou jongens, het is onderhand 5:30. De eerste shots zijn net klaar. We hebben even gauw 5 minuten rookpauze, hè? En dan gaan we verder. Maar tot nu toe ziet het er goed uit, jongens, hè? Jongens, ik ben helemaal kapot. Gerrit, die zweet aan een stuk door. Oh, en die vrouw van de make-up zegt nog, Gerrit mag niet transpireren. Nee, nou, ik weet het niet, maar ik heb het overal zitten. Het is net een wasstraat. Abnormaal. Oh. Ja, we zijn zwaar vertegenwoordigd. Vandaag onze ziel is er ook weer bij. Kijk eens. Nieuwe caps, alles. Ja. Zeg eens wat vrienden hey, luister, van de mensen. In de vlog? Ja. Hoi, vlog. Bent u vrijgezel? Ja. Frits van de Vos, die weet het wel. Hey jongens, het zit er weer op. De clips zijn geschoten en de laatste loodje weegt altijd het zwaarste. Maar doe maar, we hebben echt denk ik een heel mooi product neergezet met die jongens samen. Dus ik ben heel tevreden over, ik ben er heel blij mee. En ja, het is onderhand 11:30 of zo al. We zijn echt lang bezig geweest, maar het was echt de moeite waard. Ik ben wel helemaal kapot, maar het was de moeite waard. Dus ik ga nu nog even wachten op die jongens en dan gaan we weer richting home. Nou, daar zitten we weer. Met de hele klerenpartij. Klerenbende. Erop. Jongens, het zit erop voor vandaag. Zijn jullie tevreden, Frits? Top. 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 Ben je tevreden, Gerrit? Top. Helemaal top. Super. Jongens, ik hoop dat jullie echt deze clip allemaal gaan streamen, liken, delen. Aan iedereen gaan vertellen. Delen, doorspelen, voor alles vermenigvuldigen, optellen en aftrekken. We zijn er zelf heel tevreden over. Dit was de Gypsy Mafia vlog. Volgende keer weer een nieuwe vlog. Als je dit filmpje leuk vindt, doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en dan zien we jullie zo snel mogelijk weer terug. Pauw, pauw.